Het is zover. De boerenfamilie Hunder verhuist van de Lutte naar Vinkenbuurt. Een emotionele dag, want voor hun gevoel is het niet hun eigen keus. Heb je er ook een beetje zin in? Over een week. Ik denk dat het beter gaat. Ja? Ja. Nog niet zo heel veel. Vader en moeder Hunder zijn al in Vinkenbuurt om de koeien in hun nieuwe stal op te vangen. Wat voor dag is het eigenlijk? Een klotendag. Ja? Ja. Waarom is het de klotendag? Omdat we ons eigen bedrijf hebben verlaten. En dat voelt ontiegelijk moeilijk. Zwaar, vervelend. Ja. De familie Hunder moet niet weg uit het gebied. Maar de familie Hunder die heeft zelf besluit genomen om te verplaatsen met het bedrijf. Omdat er op dit moment maatregelen moeten worden genomen voor het beschermen van de kwetsbare natuur in de Natura 2000 gebieden, waaronder ook landgoederen Oldenzaal waar we nu staan. Dan voelt het ook niet een beetje als een nieuwe start voor je zoon? Voor mijn zoon wel, maar voor ons even niet. En voor mijn zoon heeft ook een heel dubbel gevoel. We moeten hier eerst even aarden voordat wij het positieve er echt van kunnen inzien. Je man is zelfs zo emotioneel dat hij geen interview wil geven. Hè? Nee, dat klopt. Hij is echt zo zwaar aangeslagen vandaag dat hij het, dat hij het niet wil. Toch hebben ze wel het gevoel dat ze geen andere keus hadden. Kan ik me heel goed voorstellen. We spreken met heel veel boeren en grondeigenaren. En je merkt eigenlijk dat bij sommige grondeigenaren het echt geen keuze is om te blijven boeren op de plek waar ze zitten met die beperkingen. Dat ze zo gewend zijn en zo ook hechten aan de manier waarop ze nu werken. Ze zeggen, ja, dat is voor mij geen optie. Ik vertrek naar een andere plek. Maar we kennen ook heel veel eigenaren die er juist wel voor kiezen om te blijven. En die beperkingen integreren in hun bedrijfsvoering. Dus dat is echt een hele erg individuele afweging. En je kunt alleen maar respect hebben voor elke afweging die zo'n eigenaar maakt. Dit is wel een bedrijf waar gegroeid kan worden. Ja. Hier zit wel potentie in. We kunnen er wel wat mee. En dat is ook de reden dat we dit bedrijf wel uitgezocht hebben. Helpt de provincie jullie nog een beetje? Nee, die is niet echt een hele moeilijke gesprekspartner in dit onderwerp. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze op sommige momenten meer hadden verwacht van de provincie. Nou, we hebben dus daar ter plekke maken we het ook mogelijk om wat extra grond te gaan gebruiken. Doordat wij die kopen, waarbij de familie Hunder die grond van ons pacht en na 10 jaar kan overnemen als ze dat willen. En verder hebben we natuurlijk de schadevergoeding mogelijk gemaakt op de plek waar ze zaten. Zodat ze daarmee ook de middelen in handen kregen om de nieuwe boerderij te verwerven. De ruimte die op dit bedrijf zit, die is er. Maar fosfaatrechten, die zullen we allemaal moeten aankopen. Dus we moeten nog een hele grote... Als we deze stal optimaal willen gaan benutten, dan wacht er ons nog een hele grote investering.